Ze is 92 jaar en al 60 jaar supporter van Kuik. Dina Weijers wordt ook wel de beschermvrouwe genoemd van JVC Kuik. Daarom kwamen de spelers vandaag, voordat ze afreisden naar Zwolle, nog even bij haar langs in haar café. Heel bijzonder. Ik hoop dat ze winnen en ik heb een kaarsje aangestoken. Dat brengt geluk, zeggen ze altijd. De spanning is wel aanwezig. De spanning is altijd goed, hè? Dan kijk je ergens naar uit. En we kijken er ontzettend naar uit, moet ik zeggen. En dat geldt ook voor Dina, die vanwege haar respectabele leeftijd niet mee zal reizen naar Zwolle. Ja, ik ben 92. Moeten we allemaal maar aankunnen nog, hè? Maar het gaat. Ik denk dat ze winnen met 2-1. Je weet het nooit. Het is... Ja, weet je, jullie zijn hier nu, iedereen is er, de camera's, de kranten, het maakt wel iets los. En dat bleek wel op de snelweg waar fans van Kuik hun spelers op een speciale manier succes wensten. Om daarna, als de wiedeweerga, zelf op de bus te stappen naar Zwolle. Nou, ik hoop natuurlijk dat JVC wint en daar ga ik ook stiekem van uit, want Zwolle moet te pakken zijn vandaag. Dat u dat nog mee mag maken, hè? Ja, dat maken we nooit voor het leven meer mee, jongen. Nee. Nooit meer. Ja. Wat staat erop? Kom het kukkek. Kom het raam, motherfuckers. Ja, pakken jullie. Maar de grootste fan blijft dus achter in Kuik. Tot verdriet van trainer Hans Kraaij. 92 is, en je weet het, ik heb het al vaker gezegd, is de laatste 3 jaar tweede geworden bij Miss Kuik-verkiezingen. Maar daarvoor 30 jaar eerste. En ze is vandaag uitgedost in Geitenwolle, Jarretels. We gaan naar Dina. Ik heb net gezegd dat jij vandaag bij uitzondering de Geitenwolle Jarretels aangedaan hebt. Ja, Geitenwolle. Ja, natuurlijk. En we laten ze niet zien. Veel succes, hè. Veel succes.